Voorzitter, het demissionaire kabinet met de nadruk op demissionair staat op het punt om de totale controle over ons volksgezondheidsbeleid in geval van een veronderstelde gezondheidscrisis over te dragen aan de omstreden Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Als de huidige voorstellen voor een pandemieverdrag en de voorgestelde wijzigingen van de internationale gezondheidsregeling in werking treden, dan is het voortaan de WHO die bepaalt wanneer sprake is van een potentiële gezondheidscrisis en is het de WHO die vervolgens bepaalt welke maatregelen zouden moeten worden opgelegd. Quarantaine, isolatie, reisbeperkingen, digitale vaccinatiepaspoorten, de WHO kan het straks allemaal voorschrijven met alle ontwrichtende gevolgen voor onze samenleving van dien. Terwijl op dit moment de WHO slechts bevoegd is om aanbevelingen te doen ten aanzien van risico's voor de volksgezondheid, wordt voorgesteld om deze bevoegdheid uit te breiden tot elk risico met een potentiële impact op de volksgezondheid. Terwijl op dit moment nog is bepaald dat de aanbevelingen van de WHO niet bindend zijn, wordt voorgesteld om de aanduiding niet bindend te schrappen. En terwijl op dit moment nog is bepaald dat aanbevelingen van de WHO in lijn moeten zijn met de menselijke waardigheid en fundamentele vrijheden, wordt ook voorgesteld om deze waarborg te schrappen. Het is schaamteloos en ik ben heel benieuwd hoe de minister deze wijzigingsvoorstellen beoordeelt. En daarnaast wordt volledig in lijn met de SDG Agenda 2030 en de wensen van het World Economic Forum een zogenaamde One Health benadering geïmplementeerd, op grond waarvan uitdrukkelijk ook zaken als klimaatverandering, vermindering van biodiversiteit, veehouderij, voedselproductie, internationaal reizen als potentiële gezondheidsrisico's worden beschouwd. Kortom, alles dat wij als mensen doen of laten kan straks door de WHO worden aangemerkt als een potentiële bedreiging voor de volksgezondheid, waarna de WHO vrijheidsbeperkende en mensonterende maatregelen kan voorschrijven. Via deze route kan straks vrijwel elke maatregel die erop is gericht om meer controle en macht over ons uit te oefenen worden gerechtvaardigd op basis van het argument dat je op de een of andere manier daarmee de gezondheid zou beschermen. Gezondheid wordt dus gebruikt als kapstok waar vrijwel alle aspecten van het menselijk leven aan worden opgehangen. Daarom is het van fundamenteel belang dat wij als Nederland te alle tijden de volledige controle houden over ons nationale gezondheidsbeleid. Dus zelfs als de huidige personen en organisaties achter de WHO het beste met onze volksgezondheid voor zouden hebben, zouden we niet akkoord moeten gaan met deze voorstellen. Maar daar komt bij dat de WHO op dit moment al is gecorrumpeerd en opereert in de schaduw van een globalistische elite. De WHO wordt grotendeels gefinancierd en gedreven door private organisaties zoals de Bill en Melinda Gates Foundation, de Rockefeller Foundation, grote spelers uit de farmaceutische industrie. Personen en organisaties die vooral uit zijn op meer geld, meer macht en zeker niet het belang van de volksgezondheid bovenaan hun prioriteitenlijstjes hebben staan. Voorzitter, ik sluit af met een dringend beroep op het demissionaire kabinet. Ga hier niet mee akkoord. Doe het niet. Sta niet toe dat zo ongeveer onze laatst overgebleven nationale soevereiniteit en de vrijheden van Nederlanders worden vertrapt door een internationale organisatie die geen enkele verantwoording schuldig is aan het Nederlandse volk. En ga niet de geschiedenis in als het kabinet dat de toekomst van onze volksgezondheid en onze zwaar bevochten vrijheden definitief uit handen gaf. Dank u wel. Een vraag van de heer Paternotte. Ja, voorzitter, de heer Van Beijeren noemt de Bill en Melinda Gates Foundation en de Rockefeller Foundation, oftewel allemaal grote instituties die met financiering invloed zouden hebben op organisaties en indirect ook op Nederland. Waarom heeft Forum voor Democratie dan tegen het voorstel van de heer Timmermans gestemd om nader onderzoek te doen naar buitenlandse financiering die invloed op de Nederlandse politiek zou kunnen hebben? De desbetreffende motie, ik heb dat debat zelf niet gevoerd, dus die desbetreffende motie heb ik niet scherp voor ogen. Waarschijnlijk ging dat gepaard met meer
inbreuken op de privacy. Zo moet je natuurlijk altijd een goede afweging maken. Zeker in het geval van invloed op de Nederlandse politiek. In welke mate ook donaties van personen openbaar kunnen worden gemaakt. Wij maken bij het beoordelen van deze moties een heel duidelijk onderscheid tussen de transparantie van personen en organisaties die macht hebben, die bindende regels kunnen opleggen, en personen en organisaties die dat niet hebben en die gewoon standpunten innemen. En vermoedelijk was in de motie van de heer Timmermans dat onderscheid onvoldoende tot uitdrukking gebracht. Ja, voorzitter, dan zou je dus zeggen dat leden van het parlement en een politieke partij in Nederland met zetels in de beide kamers van de Staten-Generaal daar dan buiten vallen, want die hebben dan geen macht. Ja, voorzitter, je kunt natuurlijk hier van alles roepen over internationale financieringstromen en wat er allemaal voor duisters gebeurt. Maar als dan bij het debat in Nederland over signalen dat dat in Nederland ook gebeurt, je niet eens komt opdagen. En alleen maar verdachtmakingen hier komt uit en vervolgens niet eens voor het voorstel stond om in Nederland er onderzoek naar te doen, dan verlies je alle geloofwaardigheid. Ja, voorzitter, het is nogal ironisch dat hier de heer Paternotte begint over verdachtmakingen. Want dat hele debat stond in het teken van valse beschuldigingen, verdachtmakingen, roddels, waarbij wij heel duidelijk hebben gezegd, wij komen heel graag debatteren over daadwerkelijk bestaande problemen, maar niet over geruchten en insinuaties die ergens in een roddelblaadje hebben gestaan. En inmiddels ook is aangetoond dat inderdaad die valse beschuldigingen niet waar bleken te zijn. De cijfers van Forum zijn inmiddels gecontroleerd. Bleek inderdaad dat wij geen geld of wat dan ook van Rusland zouden krijgen. Dus in plaats van dat de heer Paternotte mij nu gaat beschuldigen van verdachtmakingen, zou het gepaster zijn als hij even zijn excuses aanbiedt voor de valse verdachtmakingen die de heer Paternotte heeft geuit aan het adres van Forum. Afrondend. Het is glashelder dat de heer Van Meijer helemaal niet bij dat debat aanwezig was, want ik heb geen enkele verdachtmaking geuit. Het enige wat wel heel veel mensen zeiden was dat als je het hebt over financieringstromen en wie waar invloed op heeft, dat er dan heel duidelijke regels hier in de Kamer zijn. Dat je neefinkomsten opgeeft. Dat je opgeeft wat voor geschenken boven 50 euro je krijgt. Forum voor Democratie werkt aan geen enkele vorm van die transparantie mee. En geeft dus ook geen enkele verantwoording aan de kiezer in Nederland over op welke manier je geschenken of giften of neefinkomsten krijgt die invloed kunnen hebben op je werk hier. Daarmee verlies je alle geloofwaardigheid om hier complotten te uiten over internationale duistere financieringstromen. Voorzitter, Forum voor Democratie voldoet aan alle wettelijke verplichtingen voor openbaarmaking van jaarstukken, jaarrekeningen. Die worden gecontroleerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ministerie heeft op grond van de wet financiering politieke partijen de bevoegdheid en de taak om daar toezicht op te houden. Wij zeggen altijd, wij hebben als Kamerleden de taak om de regering te controleren. Wij controleren niet elkaar. En ik heb gezien dat in dat debat iedereen over elkaar heen buitelde van, oh, kijk eens hoe transparant wij wel niet zijn en wij willen dat politieke partijen onderzocht worden. En vervolgens, oh, wij zijn nog transparanter, wij willen dat alle kandidaten op kandidatenlijsten onderzocht worden. Allemaal taken aan de geheime diensten. Wij zitten er helemaal niet op te wachten dat dit steeds verder gaat, want er wordt steeds niks gevonden. De volgende stap is dat dan ook de partners van mogelijke Kamerleden misschien dan wel geld hebben ontvangen of hun ouders. Voorzitter, er ligt geen enkele concrete aanwijzing van beïnvloeding. Dus die valse verdachtmakingen en beschuldigingen, die moeten echt een keer ophouden. Zeker nu ook nog eens is bevestigd dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat wij inderdaad op geen enkele wijze dan ook maar beïnvloed zouden worden door welke entiteit dan ook. Het is werkelijk krankzinnig dat deze beschuldigingen, dat de heer Paternotte daar gewoon maar blijft doorgaan, alleen maar om die valse schijn hoog te houden. Mevrouw Thiele. Ja, met harder praten krijg je niet meer gelijk. Voorzitter, ik blijf het betreuren dat we in deze Kamer niet een soort fact-check of zoiets hebben. Want het betoog van de heer Van Meijeren bestond, denk ik, kan een procentje naast zitten. Maar voor 84,2% uit totale onzin. En eigenlijk verwacht ik van iemand met de achtergrond die meneer Van Meijeren heeft, namelijk als wetgevingsjurist, toch een betere duiding van de stukken die voorliggen als het gaat over dit pandemieverdrag. Ja, voorzitter, volgens mij als er één ding blijkt uit dit debat, is het inderdaad dat ik de enige hier ben die een achtergrond heeft als wetgevingsjurist. Want ik heb mevrouw Thiele niet verder horen gaan dan het kabinet vertrouwen. Het kabinet zegt in de brief dat er geen soevereiniteit wordt overgedragen. Ja, nogmaals, ik vertrouw het kabinet niet. Ik heb in het hele coronaschandaal vaak zat gehoord dat er nooit een vaccinatiebewijs zou komen, dat er nooit voordelen zouden komen voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Het is mijn taak om
de regering te controleren. Dus ja, ik ben artikelsgewijs al die bepalingen doorgegaan. En wat staat nou in artikel 1? Dat die recommendations, dat element non-binding, wordt eruit gehaald. Het staat er expliciet. Wat staat er in artikel 13a van de voorgestelde wijzigingen? De landen die partij zijn, die erkennen de WHO als leidinggevende en coördinerende entiteit ten aanzien van internationale gezondheidscrisis en verbinden zich ertoe de recommendations op te zullen volgen. Ja, u knikt nee. U schudt nee. Kunt u alsjeblieft even dan nu aangeven wat er niet juist is aan wat ik zojuist gezegd heb? Of anders misschien toch ja gaan knikken? Want ik citeer hier uit de documenten die ik hier voor me heb liggen. Dus de enige die hier desinformatie verspreidt, dat is mevrouw Thiele. Ik zie dat ze blijft zitten, dus daarmee acht ik mij gelijk bevestigd. Dank u wel. De Bussoff. Voorzitter, dat zou wel een novum zijn, want elke keer dat Forum niet komt opdagen bij een debat en de rest van de Kamer dan gelijk heeft, dan heeft de Kamer meermaals gelijk blijkbaar. Maar goed, dat terzijde, voorzitter. Ik was even benieuwd of Forum voor Democratie kan aangeven wie er op dit moment met elkaar in onderhandeling zijn. Ja, dat zijn alle lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is een vertegenwoordiging in een international negotiating body. De Europese Commissie voert de onderhandelingen namens de EU-lidstaten. Ik weet niet of dit is waar de heer Bussoff op doelt. Voorzitter, zo waar best wel redelijk wat feitelijke informatie. Inderdaad, de lidstaten, hè, al die verschillende landen, die onderhandelen met elkaar. En dan ben ik wel benieuwd, voorzitter, wat Forum voor Democratie dan, hè, die zeiden net, ik hoor het ze net zeggen, van ja, er is sprake van een soort samenzwering, een soort geheime samenwerking tussen meerdere mensen met een soort kwaadaardig doel. Dat hoorde ik eigenlijk net Forum voor Democratie zeggen over deze hele onderhandelingen. Heb ik dat goed gehoord? Nee, dat heeft de heer Bussoff niet gehoord. Ik heb er wel voor gewaarschuwd dat het heel onverstandig is om macht over te dragen naar een entiteit als de World Health Organization. Omdat de World Health Organization voor het grootste deel, volgens mij voor 5,8 miljard van de totale begroting van 7 miljard, wordt gefinancierd uit zogenaamde vrijwillige bijdragen. Die voor een heel groot deel worden opgehoest door de Bill & Melinda Gates Foundation, de Rockefeller Foundation, Gavi, andere grote partijen uit de farmaceutische industrie. En het is ook niet alleen Forum voor Democratie die hier zijn zorg over uitspreekt. Ook in internationaal gerenommeerde tijdschriften wordt vanuit ook de medische wereld heel veel zorgen geuit over het beleid dat de WHO voert. Omdat dat vaak wel heel erg goed uitkomt voor al die farmaceutische bedrijven die hier heel veel medicatie mee kunnen verkopen en vaccins. Afrondend. Ja, voorzitter, ik stel vast dat feit is dat zelfs Forum voor Democratie erkent dat allerlei landen onderhandelen met elkaar en dat al die landen vervolgens een eventuele uitkomst daarvan kunnen ratificeren. Dat zijn de feiten. En de verdachtmakingen die Forum voor Democratie nu de wereld inslingert, dat zijn, laat zich het beste definiëren. Ik heb het net even snel opgezocht. Een complot of een samenzwering is een geheime samenwerking tussen dus mensen met een kwaadaardig doel. Ja, oftewel, wat Forum voor Democratie hier de wereld inslingert, is niet veel meer dan een complot. Ja, die begrijp ik niet helemaal, want er zijn weliswaar lidstaten en partijen die nu onderhandelen over het verdrag. Maar ik heb het over de tekst waarover nu onderhandeld wordt. De voorgestelde tekst, die draagt allerlei bevoegdheden en macht over aan de Wereldgezondheidsorganisatie. En ik ben hier juist om het kabinet aan te sporen om juist in die onderhandelingen erop in te zetten dat er geen bevoegdheden of macht worden overgedragen aan de WHO. Juist onder andere omdat de WHO gecorrumpeerd is. Dank u wel. Tot zover de termijn van de Kamer. Ik schors tot 17:00 en dan gaan we luisteren naar de minister. De heer Van Meijeren. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Als de wijzigingsvoorstellen van de internationale gezondheidsregeling zoals die nu voorliggen in werking treden, krijgt de WHO de bevoegdheid om een potentiële gezondheidscrisis uit te roepen? Krijgt de WHO de bevoegdheid om die aanbevelingen te doen die kunnen zien op isolatie, quarantaine, vaccinatiebewijzen? En heeft de Nederlandse regering zich ertoe verplicht om die aanbevelingen ook op te nemen? De minister probeerde zojuist deze zorgen weg te nemen door te verwijzen naar artikel 24 derde lid. Maar dat is niet 24 derde lid van die internationale gezondheidsrichtlijn. Dat gaat over het pandemieverdrag en daar staat ook expliciet in dat het pandemieverdrag als zodanig geen nieuwe verplichtingen creëert. Dat klopt. Dat wordt ook door niemand gezegd. En de minister
veroorzaakt hiermee verwarring, zooit strand in de ogen. Dat vind ik heel erg kwalijk. Zeker als ze dan ook nog op een denigrerend toontje aan het doen is alsof mevrouw Keizer niet goed kan zoeken. Want in de stukken die de minister naar de Kamer heeft gestuurd stond die bepaling überhaupt nog helemaal niet. Maar is de minister het met mij eens dat artikel 24 lid 3... van die pandemieovereenkomst beperkt is tot de reikwijdte van die pandemieovereenkomst en dat die internationale gezondheidsregeling, waarin staat hoe dan een mogelijke gezondheidscrisis bestreden moet worden, wel degelijk dwingende aanbevelingen met zich mee kan brengen? Ja, voorzitter, er is mij ook door mevrouw Keizer en door de heer Van Dijk ook gevraagd naar inderdaad de verhouding tussen dat IHR en het pandemieverdrag of het pandemieinstrument, hoe we het willen noemen. De IHR is al een veel langer bestaande regeling. Het internationale instrument dat zich richt op nationale capaciteiten ter voorkoming, paraatheid en respons op een internationale gezondheidscrisis. Dat hebben we al lang. Het stelt eisen aan inderdaad monitoring, surveillance en vroegsignalering om nieuwe virussen te detecteren en kent een opschalingsmechanisme waarmee landen elkaar kunnen informeren en bijstaan. En als er echt iets aan de hand is, dan wordt onder de IHR een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Dat is al zo. Het verdrag moet dus internationale samenwerking ten tijde van... het pandemieverdrag is dus complementair aan het IHR. Want dat moet internationale samenwerking ten tijde van crisis bevorderen en moet eraan bijdragen dat onder meer de beschikbaarheid en leveringszekerheid van medische producten beter geregeld wordt. En daarnaast, ik noemde het al even, draagt het verdrag er natuurlijk toe bij dat we sneller op de hoogte zijn van nieuwe ziekmakende pathogenen die elders in de wereld opduiken. Dat moeten we van elkaar weten. Dus deze zijn complementair van elkaar. Ook de IHR is een instrument waarbij de WHO de faciliteiten biedt voor die internationale samenwerking. En uiteindelijk, als je je daar aan die regeling houdt en aan verbindt als lidstaat van de WHO, dan betekent dat dus ook dat je dat vorm wil geven. Anders onderteken je niet een verdrag of stem je niet met zo'n regeling in. En daar... Dat is natuurlijk heel belangrijk om dat steeds voor ogen te houden. Het is niet iets wat wordt opgelegd. Het is iets waar wij vrijwillig met elkaar in de wereld van hebben gezegd. We moeten samenwerken en zeker op het gebied van zo'n wereldwijde crisis moeten we dat blijven doen. Of moeten we dat vooral verbeteren, moet ik zeggen. Ja, voorzitter, heel erg bedankt dat de minister hier een door haar ambtenaren voorbereid verhaaltje heeft voorgelezen. Daar is heel erg goed in, maar het geeft natuurlijk totaal geen antwoord op de vraag. Ze is aan het uitleggen, ja, de internationale gezondheidsregeling die bestaan al lang. Dat wordt door niemand betwist. Het hele punt is dat daar op dit moment in staat dat de WHO adviezen kan geven, niet bindende adviezen over de aanpak van gezondheidscrisis. Nou ja, prima. Van mij mag iedereen ons adviseren en dan kunnen wij vervolgens die adviezen overnemen of terzijde schuiven. Het hele punt is nu juist dat in de voorgestelde wijzigingen die zinsnede niet bindend wordt geschrapt en dat er een bepaling wordt toegevoegd waarin staat dat de landen die partij zijn de WHO erkennen als leidinggever en coördinator ten aanzien van internationale gezondheidscrisissen en zich verbinden tot het uitvoeren van die aanbevelingen. Dus die vrijblijvendheid die tot nu toe nog uit de tekst bleek, die wordt weggenomen. Hoe kijkt de minister nou naar deze wijzigingsvoorstel? Als de minister wil dat die adviezen niet bindend blijven, als ze wil dat het aan onszelf is of we te zijner tijd die aanbevelingen wel of niet op willen volgen, dan moet zij toch ook tegen deze concrete wijzigingsvoorstellen zijn? Ja, voorzitter. Ik heb helemaal niet gezegd dat ik dat niet wil. Ik heb juist gezegd, als je deze regelingen en zo'n verdrag, als je die ondertekent, dan heb je dus de intentie om daar ook gevolgen aan te geven. En hoe je dat doet, is aan de nationale lidstaten. Dat is niet aan de WHO. Dat er een aantal maatregelen moeten worden genomen, dat spreek je nou juist met elkaar af. Wat is nou belangrijk in dit verband? Heb ik een hele opsomming ook van gemaakt. Wat moet daar dan worden geregeld? Dat is wat we met elkaar afspreken. En als je zoiets met elkaar afspreekt, dan zeg je ook, dat gaan we ook zo doen. Dan gaan we
die aanbevelingen gaan we opvolgen. Dat je dat vervolgens op je manier, op je eigen manier doet, dat staat vast. Het wordt nu wel heel erg interessant, meneer de voorzitter, want eerder heeft de regering nog het standpunt verkondigd dat die wijzigingsvoorstellen waarin dat niet bindend werd weggehaald, dat de regering daar ook geen voorstander van is. Nu geeft de minister aan, ik ben daar eigenlijk wel een voorstander van, want als je een verdrag ondertekent, dan moet je je daar ook aan houden en dan moet je die aanbevelingen ook opvolgen. Maar die aanbevelingen, die zijn heel erg concreet. Dus de minister zegt, hoe wij een gezondheidscrisis aanpakken, dat is aan onszelf. Nee, dat is nu juist precies waar de WHO aanbevelingen over doet. En als zo'n aanbeveling komt te luiden, voer quarantaineverplichtingen, voer een mondkapjesverplichting in, voer een schoolsluiting in, en het kabinet verbindt zich er op voorhand toe om al die aanbevelingen op te volgen, dan is daarmee dus onze nationale soevereiniteit totaal te grabbel gegooid. Maar dit is helemaal niet aan de orde, voorzitter. Hier gaat het helemaal niet over. Het gaat er niet over dat de WHO dat soort dingen gaat voorschrijven. Het gaat erom dat ik dit... Ik ben even afgeleid. Waar het mij om gaat, is dat we moeten vaststellen dat als we zeggen we willen dit doen, dat we dan ook daar zelf over gaan hoe we dat uiteindelijk uitvoeren. Ik ga even mijn antwoorden ordenen, voorzitter, zodat ik... Toch even tot slot. De minister zegt nu het is niet zo, het staat er niet. Het staat er wel. In artikel 18 staat wat voor aanbevelingen er kunnen zijn. Daar staat implement isolation, implement tracing of contacts, review proof of vaccination, require medical examinations. Dit zijn hele concrete aanbevelingen die de WHO straks zou kunnen gaan doen. Als de minister dit überhaupt niet scherp voor ogen heeft, dan raad ik haar aan om hier nog eens heel goed naar te kijken. Maar het heeft alle schijn van dat ze hier de Kamer aan het verwarren is en zand in onze ogen aan het strooien is. En dat is heel erg kwalijk. Voorzitter, ik heb al een paar keer aangegeven wat ik wil antwoorden. Ik zal dat niet herhalen, maar ik kom zo nog even terug op een paar elementen daarvan. Want ik was eigenlijk na mijn inleiding van plan om de vragen in verschillende blokjes te beantwoorden. En misschien dat dat ook in het debat wel helpt hoe we hier mee omgaan. Ik wou het hebben over de inhoud van het verdrag en de IHR, maar dat hebben we eigenlijk net al gedaan, dus ik zou zeggen die beantwoording is aan de orde geweest. Dan heb ik een blokje over soevereiniteit. Ik heb een blokje over ratificatie en ik heb een blokje overig, voorzitter. Dus als u mij toestaat, ga ik door met het volgende onderwerp, soevereiniteit. Nou ja, daar ging het al hier ook over. Ik heb al aangegeven, ook op een vraag van de heer Bushoff, die heeft daarover gevraagd, dat het parlement uitdrukkelijk en nadrukkelijk is betrokken bij de ratificatie. De heer Van Dijk vroeg mij ook te benadrukken dat dit parlement over de pandemiebestrijding blijft gaan. En dat kan ik natuurlijk bevestigen. En ik heb ook al schriftelijk aan de Kamer laten weten dat de voorstellen van het pandemieverdrag geen bepalingen bevatten waarin nationale bevoegdheden en soevereiniteit worden overgedragen. Mij is ook een vraag gesteld over welke elementen onderhandelt de Europese Commissie namens Nederland. En we krijgen graag een bevestiging dat Nederland niet haar soevereiniteit verliest. De bevoegdheden van de Europese Unie zijn vastgelegd in de Europese verdragen, de onderhandelingen omtrent het pandemie-instrument en uiteindelijk het instrument zelf brengt geen verandering aan in deze bevoegdheidsverdeling tussen de Unie en haar lidstaten. Bij de onderhandelingen respecteren de Europese Unie en de lidstaten de bevoegdheidsverdeling. De Commissie is in de onderhandelingen alleen gemachtigd om te onderhandelen over aangelegenheden waarvoor de EU ook bevoegd is of waar ze een complementaire bevoegdheid heeft. En daarnaast zijn de lidstaten in dit geval met de Commissie overeengekomen dat ze ook gemachtigd is het woord te voeren in nationale competenties. En de lidstaten die stemmen dan op basis van consensus deze inbreng af. Ik zou een voorbeeld kunnen noemen waar de EU bijvoorbeeld over gaat. Dat zijn dwanglicenties rond octrooien. Dan, voorzitter, op het gebied van de exclusieve bevoegdheden van de lidstaten zal
de voorzitter van de raad het woord voeren en de lidstaten stemmen op basis van consensus ook deze inbreng af. En op het gebied van volksgezondheid heeft de Unie natuurlijk een beperkte coördinerende, aanvullende en ondersteunende bevoegdheid. Want de lidstaten blijven op dit gebied zelf bevoegd.